Deze overbekende slagzin staat in deze dagen weer in de belangstelling. De Werelddierendag vestigt opnieuw de aandacht op het leed dat de mens het dier berokkent. Jarenlang worden honden aan de ketting gehouden. Nog altijd zijn er die gebruikt worden voor een werk waarvoor ze niet gebouwd zijn. Al moet worden toegegeven dat ze vaak met grote liefde verzorgd worden. Ook in de natuur is het dier niet veilig voor de mens. Het strikken van konijnen geschiet nog maar al te vaak. En men kan zich indenken hoe deze dieren moeten lijden. Op de veemarkten komt het nog veel voor dat koeien een hele dag niet gemolken worden. Waardoor de uiers groot en pijnlijk worden en de dieren de melk niet meer kunnen vasthouden. Ergerlijk is de wijze waarop pluimvee soms wordt vervoerd. Inspecteurs van de dierenbescherming doen hier veel goed werk, maar ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Het couperen van de staart van paarden, hetgeen zonder verdoving geschiet, is wreed en onnodig. Zo'n paard wordt er niet fraaier door en het kan zich de vliegen niet meer van het lijf houden. De dieren hebben recht op onze bescherming, niet alleen omdat ze ons van nut zijn, maar uit menselijke overwegingen. Het is goed om ons ter gelegenheid van Dierendag nog eens te bezinnen op de woorden die onze koningin eens heeft gesproken.